Met jouw douchen is een eer. Ja. En met jouw douche is een eer, joh. Oh, okay. Lekker wijf. We staan hier op de daktuin op de Uithof in Utrecht. Vandaag lanceert de campagne van de Natuur- en Milieufederatie Utrecht Weet wat je verbruikt. Maar wat houdt deze campagne nou precies in? Nou, de campagne gaat over energiebesparing bij studenten. Daar is nog heel veel te halen. Het is een meerjaren campagne en we richten ons nu eerst op het krijgen van inzicht in de energierekening. Er zijn heel veel studenten die geen idee hebben hoeveel energie ze verbruiken en wat ze daarvoor betalen. Idee is, maar dat is ook van tevoren onderzocht, als je daar eerst aan werkt, aan dat inzicht in die energierekening, dan weet je ook wat je kan besparen. En De prikkel voor energiebesparing die komt er dan. Okay, we staan hier op de daktuin. Wat is er allemaal te doen? Wat hebben jullie georganiseerd? Ja, we hebben de kick-off georganiseerd. Er hingen al overal posters in de stad en onze Facebookpagina was geopend. Dus er was al stiekem al een beetje begonnen. Maar nu wilden we dat feestelijk vieren. En dat hebben we gedaan met een praatje van wethouder Lot van Hooydonk van Milieu, hier van de stad Utrecht. En een optreden van theatergroep Aangenaam Verrast. En daar was Simra Geurts, bekende Utrechtse, ook te gast. Waarom deze campagne hier in Utrecht? Nou, in Utrecht hebben wij natuurlijk een hele grote studentenpopulatie. Dus als we in de stad energie willen besparen, dan moeten we ook de studenten betrekken. Oké, en wat vindt u zelf van het initiatief? Nou, ik vind in ieder geval dat het heel leuk gestart is, dat om te beginnen. Maar bij studenten is het ook wel echt belangrijk dat ze inzicht krijgen in hun energierekening. Dat is nu heel vaak niet zo. En dan heeft ook niemand belang bij besparen. De huisbaas niet en de student zelf niet. En dat is zonde, want alles wat je niet gebruikt, hoef je niet te betalen. Dus zowel voor de huisbaas als de student is er gewoon wat te winnen. En dat geld kunnen ze denk ik allebei goed op een andere manier gebruiken. Ook. Wacht, ben jij nu de vrouw? Oh nee, niet. Nee. Ik dacht, dat zou alleen... We kunnen het ook omdraaien. Ja, dat is leuker. Ja, dan moet ik helemaal bukken, hè. Zing je wel eens in de douche? Altijd. Welk liedje? Let's get it on. Ja, van alles. En alles. Alles komt en lekker dansen. En ja, daar moet ik dus op letten, want daardoor duurt het dus af en toe nog iets te lang. Heb je niet gewoon een Disney liedje van kom erbij, zet je zorgen maar op zee? Nee, die ga ik morgen wel even uitproberen. Die had ik nog niet gehad. Een servetje om je nek, cherie, de rest van het werk doen wij. Ik ken hem alleen Soep in het Engels. Soep de jour. Ik ken dat alleen in het Engels allemaal. Zimra, ja. We kennen jou van heel veel dingen eigenlijk uit Nederland. Ja. Expeditie Robinson, ja. Je staat in de Playboy. Ik zie je ook eens een keer langskomen bij 3FM. Klopt. Ja toch, bij Giel? Ja, dat heb ik een jaar lang gedaan, elke vrijdag. Oké. Vond ik ook leuk. Maar nu zie ik hier bij campagne van wat je verbruikt. Ja. Samen douchen. Moedig jij dat aan? Dat hangt er van af. Als je misschien al 10 jaar lang samen bent en er gebeurt niet zo heel veel spannends meer in je relatie, dan raad ik sowieso aan dat je daar iets aan doet, want dat is belangrijk. Maar dan is dat misschien wel zo, want dan ga je bijvoorbeeld niet ook nog extra een potje seksen in de douche. Dat moet je natuurlijk wel ook aan denken. Dan kan het wel zo zijn dat het sneller gaat. Maar over het algemeen bij ons thuis, als we dan wel samen douchen, dan duurt het denk ik eigenlijk juist langer. Oké, en douche je zelf sowieso lang? Of? Ik ga dood eerlijk zijn. Ik douche echt veel te lang. Maar ik probeer er wel echt iets aan te doen. En dat komt, ik doe het niet eens per se expres. Dan denk ik echt, ik heb het vandaag goed gedaan. Ik heb echt 10 minuutjes, kwartiertje gedoucht. En dan weet ik niet wat er is gebeurd met de tijd. Daarom is dat douchemeter dingetje ook handig voor mij. Dan stap ik uit de douche en dan heb ik het gevoel dat iemand voor de grap de klok, zeg maar. Oké, je bent al bewust te gaan nadenken. Ja, want ik douche echt, ik begin dan lekker te zingen en te dansen en dan alles net. Doen. Ja, en dan op een gegeven moment heb je allemaal van die oma vingertjes en dan denk je, oh, misschien moet ik toch maar mijn haar even gaan wassen. Want als je weet wat je betaalt voor je energie, dan weet je ook wat je verbruikt. En dat je geld terugkrijgt. Als je minder energie verbruikt. En dat geld kun je weer aan nuttige dingen besteden. Stoppen. Jee. Proost.